Kijk, en een meerkoetje. Ze hebben daar zelfs een bouwlift. Hoi, mijn grote meid. Kiekeboe. Kiekeboe. I got no rules, I count them. Bouwput. Ja, dat heet dijkzicht. Dat is al hier en daar bewoond. Daar zijn ze nog helemaal mee bezig. Ja, een hele bouwput. En we zijn nog steeds aan de wandel. Hè? Kijk, hier ook staan de madeliefjes. Hier staan de madeliefjes. Leuk, hè? En daar nog een beetje. Ja, dat vond ik vannacht zo leuk. Dat ik dat zag. Kijk, en een meerkoetje. Ze hebben daar zelfs een bouwlift. Een hoop gebouw en weinig lol. Hé, hey, wie spookt? Kijk daarop. Ook twee meerkoetjes. En daar nog een meerkoetje. Rijka! Ja, lieve vrienden, we waren dus alweer thuis. Rijka ligt alweer rijkelijk in haar mand, eventjes lekker te kluiven aan haar bot, die ze nog steeds heeft. Kandel wil naar buiten toe. Nou, die mag zo naar buiten, heb maar eventjes geduld. Kijk, de videopad was klaar dat we thuis kwamen. Dus ik heb hem naar YouTube gebracht en ik publiceer hem voor een morgenmiddag. De 23e 2020 en dat om 14:30. Ja. Zo. Dat is ook geschied. En ik heb weer een abonnee erbij, ook dat nog. We gaan eens even kijken hoeveel abonnees ik heb eventjes. Ik ga even kandel of buiten laten, want daar word ik gek van. Zo. Ja, je hoeft er niet achteraan te pieken, dametje. Nou moet ik naar mijn kanaal, anders weet ik niet hoeveel leden ik heb. Tenminste, volgens mij is mijn muis daar. Mijn kanaal. 244. Ik wil naar boven toe, hè. Nog meer. Ja, nog meer. Kom er maar bij. Gezellig. Ja, vind ik helemaal top. Kom er maar bij.
Vind ik echt geweldig. Ja, want als ik naar Karin en Roderick ga, mijn dochter en mijn schoonzoon, die hebben al 358. Is niet leuk hoor. Nee, helemaal niet leuk. Ik wil ook omhoog. Hoe meer naar beneden, des te beter. Ja, echt wel. Maar komt goed, hopelijk. Ja, en zij vlogt anders dan ik. Hè. Zij gaan naar evenementen. Ja, dat wil ik ook wel. En dat doe ik ook wel. Maar dan moet ik maar net wat bezig zijn hier in dit kleine stadje. Bij hun gebeurt er meer dan hier. Van de zomer, dan hebben wij weer een hoop. Ja. En ik zal het eventjes, de evenementenkalender, eens even opzoeken. Ja. Dan weet ik tenminste ook hier weer even wat meer. Maar ook dat komt allemaal wel goed. Nou, was, kan dat wel weer aan het janken, want ik wilde weer in. Nou, die kan even de pot op, hè? Ja, echt wel. En ik ga ook even allemaal namen overnieuw opschrijven. Dan zit ik niet met van die twee kleine papiertjes. Ga even op een groter stuk netter papier. En ik moet nog even mijn gedichtenbundel erbij nemen. Dan moet ik daar gedicht uit zoeken. Ik heb hier ook nog een boekje, die heeft iemand anders geschreven. Maar er zat ook iets heel moois in. En dat wil ik ook dan voordragen. En dan komt het allemaal ook vanzelf wel goed. Ja, ik moet de dingen voor bij elkaar schrapen en zoeken en uitpuzzelen van wat ik precies exact wil. En dan nog even een mooie bosje bloemen halen. Jo. Ze het er dus niet eens niet door. Ze is weer moe. Nou, dan ga ik straks even de stad in op de booster. En dan ben ik ook zo weer heen en terug. En ik hou jullie gewoon weer op de hoogte. Doei. Ja mensen, ik ben weer thuis. En wat ik nodig had, dat heb ik gewoon binnen. Ja. Maar ik ben trots. Zo trots als een pauw. Op Rijka. Ze heeft het vandaag zo gedaan. Ik heb haar niet gehoord. Ze heeft niet gejankt. Ze heeft niet geblaft. Het ging geweldig. Totdat ik in de schuur kwam en toen hoorde ik er heel zachtjes piepen van, hé, vrouwtje is er weer, woepie. Hé, jij nou, grote meid hè. Ja. En ze heeft wat lekkers, maar dat eet ze 1, 2, 3 nog niet op. Hé? Nee. Wat voor dikkie, dus dit. En ze kan je stukjes breken. Het lijkt op spek, ik weet het niet wat het is. Ik ga het niet proberen, het is voor haar. Moet je niet, meisje. Ja, toch of niet? Het is graag of niet, hoor. Alles mag. Hé? Ja, lekker. Moet je niet. Piep. Nee? Leg ik het daar weer. Hé, wijfie. En waar Eamon is, die was hier wel en die zal dan weer achter de bank huizen. Ja, daar legt ze. Eamon. Hallo. Eamon. Die denkt ook, laat me toch leggen, mens. Nou, doe het al hoor. Doei. Zo, en ik ga een bakje koffie maken. En deze camera leeghalen, anders heb ik morgen helemaal niks. Nee. Oh ja, morgen wel, maar overmorgen niet. Nee. Dus de camera moet leeg. Ja. Maar komt goed. Ja hoor, op deze vlog na van vandaag. Dat komt nog wel na het afsluiten. Ja toch? En zover zijn we nog niet. Nee. Ik heb dus boodschapjes gedaan. En nou kan ik wel de gloewijn krijgen hè, bij de deka. Vroma heeft dat niet meer. Maar de deka dus wel. Dus ja, jammer dan. Pech hoor. Dan moet ik
Want ik vind het nu eigenlijk gewoon lekker om zo te drinken, ja. Dus hoeft niet warm of wat dan ook. Ze zeggen wel, ja, het is voor de kerst bedoeld, voor de feestdagen. Amoula, wijn is wijn. En of het nog bloedwijn heet of weet ik veel wat. En ik heb eten voor vandaag. Ik weet niet of jullie dat kunnen. Ik had gewoon niet zin in. Ik denk, kom op hoor. Het is iedere keer hetzelfde. Nou ja, natuurlijk die fles bloedwijn. Ja, lekker. Voor zometeen bij de koffie. En Bounty. Ik heb al een spin, een snelbinder, voor de rollator vast te binden aan de muur. Die heb ik al, maar nog haken. Maar ik moest ook make-up doekjes hebben. Nou, ik heb altijd 4 pakjes. Kom ik daar, bij Big Bazaar, en ik wist, ze leggen altijd bovenin. Hebben ze allemaal een andere verpakking? Ja, zoek dan maar uit welke je moet hebben. Ik ga weer alles opnieuw proberen. Dus ik heb nu 4 soorten. Ik zal er eerst uitzien te krijgen wat ik nu wil. Ja, hebben ze. Ik heb deze. Ik heb de roze. En ja, paars, lila, roze, wat voor kleur is het? Mooi paars te zijn, maar ik vind het nog niet echt paarsachtig. Paars is wat donkerder, vind ik. Dit is meer lila-achtig. En blauw. Dus ja, nou is de vraag welke moet ik hebben. Dit is 3 in 1. Q10. Aloe vera. En H2O. Nou, wat dat is, weet ik ook niet. Nou, ben ik klaar mee? Ja. En ik heb weer een tas erbij. Want ik was natuurlijk uiteraard mijn boodschappentas vergeten. Nou ja, niks te doen, dan maar even een tasje erbij. Zo doen zijn ze niet. En dit gelijk weer iets om wat in op te ruimen of zo. Wel handig. En trouwens, ik moet naar boven toe. Dus hup, in de tas weer ermee. Voilà. En dan hangen we dan over de bel heen. Wat voor bel denk je dan? Nou, simpel. Ik heb een bel in de kamer hangen. Met een leuke tekst. En ik weet niet of jullie dat kunnen lezen. Oftewel, dat is een keukenbel. 1 keer bellen, het eten is klaar. 2 keer bellen, hulp in de keuken geweest. 3 keer bellen, brandweer bellen. Ha 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 ha. Nou, dan hang ik hem gewoon over die bel heen. Zo. Kijk, dan hangt hij gewoon aan die bel. En dan heb ik hem vanavond gewoon weer mee naar boven. En het wordt al schemerig. En hoe laat leven we? 13 minuten ongeveer, ja, dat kan wel kloppen. Nou, in ieder geval, er is weer van alles en nog wat gedaan vandaag. Dus ja, wat dat gaat ben ik er weer blij mee. Ik ben er enkel te wel doodmoe van. En pijn in mijn rug. Maar ja, wat wil je? Vliegen, gedraven, heen en weer gejeet vandaag. Rijka is nou ook moe, die ligt heerlijk op de bank. Ik ben echt onwijs trots op dat het vandaag eindelijk goed is gegaan. Morgen weer proberen, ga ik gewoon weer weg of ik naar boodschappen moet doen of niet. Ik ga gewoon eventjes weer door top, kijken wat zij doet. Zo train je er en dan neem ik een zadel lekker mee. Als het tenminste knap weer is, over de markt. Want ook dat moet ze leren. Vanmiddag ook kom ik iemand tegen met wandelen en die had ook een hondje bij van anderhalf jaar zoiets. En daar was ze bang van. Ze vloog zo wat omhoog de lucht in en om me heen. En ik had houden een keren met haar, mal beestje. Maar dat moet ze allemaal aan wennen, dat is ze niet gewend kennelijk, ik weet het niet. Dus, maar ja, dat komt allemaal goed.
Leuwe trainer gewoon daarin, simpel. Maar oké, okay, ik zou zeggen, geniet verder. Het is nog steeds grijs-grauw, maar het is geen mist. Gelukkig niet. Ik heb geen mist te zien nog. Gisteren ook niet. In Den Haag scheen het mistig te zijn qua het weerbericht, maar ik weet het niet. Maar oké, okay, ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, ik ga weer even lekker lopen met onze kleine meid Rijka. Ja, het is donker, dus ik doe de verlichting weer ook om. En gaan we lekker even weer lopen, meisje. Ja, hé. Even lopen. Ze ligt helemaal zo lekker op de bank. Ik weet niet of jullie haar zo zien. Ja, als ik het zie, moeten jullie het ook kunnen. Ja. Hé, wijfie. Ja, hé. Jo. Ewen die legt op de vensterbank. Op het hoekje. Maar ja, die heeft een donkere kleur. Oh nee, oh, kom je er vanaf? Kom jij er vanaf, wijfie? Ach, wist je toch, hè? Ach, wist je toch, hè? Ach, wist je toch, hè? Ja, dat, het is dus al donker, zoals ik al zei, en dan doen we lichtjes om, hè? Die hebben we er nou voor. En dan kunnen we tenminste veilig over straat. Ja, toch? Dan is ze jakkeren best wel langs je heen, hoor. Ze denken nergens om. Respect is ver te zoeken, zeg ik dan. Ja. Het is ook nog steeds niet mistig, dus we gaan er gewoon voor. Ja, en ik zou zeggen tot later op de avond en smakelijk eten nog en een hele fijne avond nog. Ook liefdevol gewenst natuurlijk. Ja, ik ben toch gek. Weet ik wel. En ik zeg tot later op de avond. Doei doei! Ja, ja. Dag Ewin. Ga je ook mee naar bedje toe? Want het is al laat. Ja. Het is alweer 3:03. En dat op donderdag 23 januari. Rijka. Rijka. Hoi, mijn grote meid. Kiekeboe. Kiekeboe. Die zegt nog een dag. Hallo? Zeg jij niks, Rijka? Hallo? Kiekeboe. Ga je ook mee naar bedje toe? Ja, hé. Ja, hé. Jij ook, hè, meisje? Ja. Ja, lieve vrienden, het is natuurlijk alweer laat en... Ja, oftewel vroeg in de ochtend. Dus ik zeg wel rustig slaap lekker met de mooiste dromen die je maar wensen kan. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, doei doei!